We zijn weer op pad, mede dankzij de vrienden van Simpel. En we zijn in Chicago, bezoek bij Michael De Leeuw. Echt een leuke planning in mijn hoofd. Dat we echt, ik wil die paar mooie stukjes laten zien hier in Chicago. Misschien nog eens leuk, doen even een hapje eten en zo. Maar ja. Het wordt een beetje lastig door mijn knie nu. Ja. Ja, want wat gebeurde er precies? Ik neem eigenlijk op het middenveld neem ik een bal aan. En ik neem hem gelijk met één aanname langs mijn tegenstander. En ik versnel en ik... En eigenlijk vanuit mijn dode hoek, vanuit links, komt er eigenlijk een tegenstander. Volle snelheid, die dus die bal denkt te kunnen onderscheppen. Dat deed hij trouwens ook, was geen overtreding of zo. Maar doordat ik dus mijn stambeen neerzet en met rechts wil ik dus die bal nog een tikje geven. Maar hij kwam dus met volle snelheid met zijn been in mijn been. En toen klapte mijn hele been dubbel. Ik kon wel janken. Ik dacht ook van jongens, deze wedstrijd is gestaakt, want ik kan niks meer. En toen wist je al gelijk echt een hele foute boel was? Ja, eigenlijk wist ik het wel meteen. Kijk, na 2 minuten kwam de adrenaline denk ik ook. Toen kwamen de fysio's ook naar me toe. Toen wilden ze dus gaan checken mijn been. Maar ik dacht van, vriend, blijf er maar vanaf. We gaan eraf. Ja. Ik zei ook van, ik probeer wel te lopen. Nou, uiteindelijk was dat lopen gewoon met één been hinken. En zo om me heen. Weet je, alsof je door de stad hartstikke dronken bent en je vrienden je moet... Daar heb je wel ervaring mee, toch? Dat is wel spoor van. Uiteindelijk zijn we zo van het veld gegaan. Toen besefte ik wel, toen ik in de kleedkamer kwam, toen besefte ik wel van dit gaat een zware blessure worden. En dat werd een dag later, werd het ook wel duidelijk. Ik baal natuurlijk enorm. Maar ik kan 9 maanden niet voetballen en dan kun je denken, ik ben hier naartoe gegaan om te voetballen. Dus wat doe ik hier dan? Ik kan heel goed seizoen. Ja. In Nederland hoor ik vooral mensen die weten dat ik vaak goals maak. Maar hier, ik heb hier toch een iets andere rol. Ik vind het ook lastig om die rol eigenlijk te omschrijven. Maar ik kom minder vaak voor de goal. Ik ben een soort van box-to-box player misschien een beetje geworden. Maar je had dat ooit gedacht? Ja, inderdaad. Ik heb mij goed aangepast hier. Het is een iets andere rol, maar ik pas op dit moment, ik paste prima in het team. Iedereen heeft daar zo'n rol bij. Dat was mijn rol dit jaar. In Nederland heb je echt supporters. Die zijn echt. Die gaan ook gewoon boos naar huis als de club verliest. Of als het. Hier is gewoon belangrijk inzet. Inzet vinden ze heel belangrijk. Maar vooral ook. De mensen komen hier gewoon voor een leuke avond. Als ik ook langs rij om naar de club te gaan, dan zie ik serieus gewoon die hele parkeerplaats. Die staat gewoon al vol. En serieus met kinderen die aan het voetballen zijn. Maar vind je dat mooier dan in Nederland? Ja, dat is wel. Het heeft allebei wel wat. Want kijk, de sfeer in Nederland. Is in sommige stadions wel gewoon echt heel mooi. En dat is hier. Hier is het ook wel, maar het zijn omdat het hier toch meer mensen zijn die gewoon voor een leuk avondje even een leuk avondje uit. En wel het avontuur waar ik voor ben. Waarvoor ik deze kant op ben gegaan. Een beetje met het vliegen en eigenlijk alle. Amerika is gewoon Europa. Het is gewoon het ene moment voetbal ik in Spanje en het andere moment. Het lijkt wel als een Champions League speler. Zo voelt het. Nee, ik mis wel mijn familie en vrienden. Dat mis ik natuurlijk wel. Maar verder, ik heb hier prima naar mijn zin. We wonen hier mooi en we zitten hier eigenlijk heel goed. En ook met de andere Nederlandse mensen, maar ook mijn teamgenoten. Ik heb echt een leuk team. Chicago Fire is echt een leuke warme club. Dus ik ben echt blij met met de club en het avontuur eigenlijk wat ik hier dagelijks. Ja, geblesseerd of niet, Michael moet eraan geloven. Een quiz over Chicago, natuurlijk door Anne. Ben je er klaar voor? Zeker. Ja? Ja, kom maar op. Wat denk je? Van de 3 vragen, hoeveel ga je er goed hebben? Het gaat over Chicago of gaat het over de club Chicago Fire? Dus de club Chicago Fire, okay. Vergeleken met je vorige club. Kom 3 jongen. Ik heb mij ingelezen alles, maar ik wist dat jij eraan kwam. De eerste vraag. Waar maakte je meer goals in je debuutseizoen? Bij FC Groningen of bij Chicago Fire? Dat is een makkelijke. Die gaat over mezelf natuurlijk. Voor welke club maakte ik meer goals? Dat is voor... In je debuutseizoen, hè? In het debuutseizoen, dat is FC Groningen. Als je het ligt eraan hoe je bekijkt. Kijk, voor welke... Qua wedstrijden heb ik er meer gemaakt in Chicago. Bij Chicago stroomde ik op de helft in. En heb ik er 7 gemaakt plus een bekerdoelpunt.
En Groningen had ik er 11 mis. Plus een bekerdoel, jongen, dat zit allemaal hier. Ik heb mij ingelezen, 12 goals. Okay. Yes, dat klopt. Dat was inderdaad bij FC Groningen. Vraag 2, goed begin. Welk stadion is groter? Dat van FC Groningen of dat van Chicago Fire? Ja, ik denk dat is het stadion van Chicago Fire. Want? Kijk, je zou zeggen, als je in het stadion zelf bent, dan zou je zeggen dat het stadion van Groningen groter is, omdat het helemaal rond is, 2 ringen. Maar volgens mij, ik weet niet hoe ze het doen, maar ze proppen in dat Chicago Fire Stadion, kunnen ze meer man proppen. Maar ik ben niet eigenlijk te twijfelen. Nee, ik switch mijn antwoord. Het is FC Groningen. Volgens mij FC Groningen is 23.000, zo ongeveer, dat afgerond. En Chicago Fire is 19.000, dat is een gok. Maar je hebt dus binnen een halve minuut ben je compleet. Ik switch gewoon, dus ik heb hem altijd goed, want anders zeg ik, nee man, grapje. Nee, ik switch hem naar Groningen. Groningen is groter, ja. Yes, ook goed. Dat van FC Groningen is inderdaad groter. Ja, ga je het waarmaken? 3 uit 3. Ik denk het wel. Ik ga ervoor. De laatste vraag. Waar gaf je de meeste assist in je debuutseizoen? Nou ja, dat is... Is dat tot nu, tot mijn laatste wedstrijd? Ja, dat moet wel Chicago Fire zijn. Ik heb dit jaar al 8 assists. Dus volgens mij al evenveel als allemaal assists die ik in Nederland heb. Ja? Je hebt langer bij Groningen gespeeld, hè? Ja, maar ik heb bij Groningen... Ik zeg al, bij Groningen was ik meer, meer de afmaker. En hier ben ik toch meer degene die... De doelpunten voorbereid wil ik niet zeggen, maar ik ben hier meer de box-to-box. Ik kom minder in de 16 en ik leg vaker... ik leg ze nu wel af. Ik ben misschien wat meer een teamspeler geworden. Ik leg hem nu gewoon breed, weet je wel, als ze met z'n tweeën op de goal afkomen. Zijn dat die gevaarlijke gevoelens? Ja, precies, ja. Dat je toch misschien wat meer moet delen en samen. En, ja. Ik heb hier wel wat meer... Ik heb hier wat meer assists, 100%. Yes, weer goed. 3 van de 3 goed. Ja. Het verbaast je ook helemaal niks, hè, dat je 3 uit 3. Nee, maar goed, ik moet eerlijk zeggen, 2 daarvan ging ik over mezelf. En doelpunt, ik kan me, in principe kan ik me nog wel elk doelpunt herinneren wat ik heb gescoord vanaf het moment dat ik profvoetballer was. Zelfs in de belofte van Willem II, ik weet niet. Dat alles? Ja. Dus als je mij... Nu daag je hem uit, hè? Als ik de volgende keer hier ben, dan mag je echt... Dan ga ik gewoon doelpunten opnoemen en dan moet jij ze uitleggen. Ja, nou, als het aan mij ligt, wil ik hier ook wel gewoon tot het einde van mijn carrière blijven spelen. Ik heb hier wel echt prima naar mijn zin. Maar ik heb sowieso nog genoeg voetbal in me zitten. Dus ik heb nog een jaar gegarandeerd bij... Dus volgend jaar is het gegarandeerd bij Chicago. En daarna weet ik het niet. Zit er nog een optie vanuit jou of vanuit de club? Ik heb nog een optie. Vanuit jou? Vanuit de club. Okay. Dus ik denk dat ik eerst moet laten zien dat ik fit ben. Ik denk dat op dit moment is gewoon belangrijk. Op dit moment moet ik ook niet te veel aan het verdere verloop van mijn optie denken. Op dit moment moet ik gewoon zorgen dat ik fit ben. En als het niet voor Chicago is, dan moet ik ook voor andere clubs zijn. Ik moet gewoon zorgen dat ik fit word. Ik heb nog genoeg voetbal in me zitten. Ik ben al lang niet klaar om te stoppen of wat dan ook. Sinds je ooit terug in Nederland? Ik denk wel als persoon, maar... Die frikandellen bij je zwager. Inderdaad, bij Broodjeszak Pals in Haren. Tuurlijk, waar? In Haren, ligt naast Groningen. Oké, okay, prima. Broodjeszak Pals. Wat is de specialiteit? Frikandel speciaal. Okay. En een lekker satéetje, daar kun je echt lekker goede friet. Ja, ik neem al aan dat je daar gratis at, dus... Zeker naar deze... bleef vaak thuis. Nee, was je vraag ook weer? Je zit die frikandel te visualiseren. Ja, die frikandel die schiet zo, schiet wel zo 3 voor me langs, die frikandel ik zelf. Nee, of ze je ooit terugzien in Nederland, als voetballer. Ja. Dat weet ik niet meer. Dat vind ik als je het goed doet, niet? Toch? Ik moet eerlijk zeggen, ik heb in Nederland heb ik ook altijd prima gespeeld. Maar ik heb het op dit moment prima naar mijn zin hier. Dus ik weet het niet. Daarom eerst is gewoon fit worden en zorgen dat de knie weer goed is. En dan kunnen we weer verder kijken. Dus, maar ik weet het niet. Ik laat het allemaal op me afkomen.